Ademt oh. yo, yo yo, ik ben Bram. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Met vandaag een verslag van deze telefoon: de Razer Phone nummer 2. En uh, achterop uh, gloeit die al lekker, Daar ga ik zo meteen meer over vertellen. Maar het bijzondere aan deze telefoon is toch vooral het design. Want kijk nou eens even naar deze telefoon die nog in de winkel moet komen. Het ziet er helemaal niet meer uit als een design van 2018. Dat maakt hem ook wel leuk vind ik hoor. Maar het is een behoorlijk dikke telefoon. Hij is heel hoekig. Hele kleine afgeronde hoekjes. Het is bijna, het ja, uh, voelt een beetje baksteenachtig aan. Um, en natuurlijk de enorme schermranden die deze telefoon heeft. Tellen jullie even mee? We hebben dus een schermrand aan de zijkant. Een schermrand aan de andere zijkant. Dan hebben we... In het scherm zit ook nog een schermrand aan de bovenkant en aan de benedenkant, andersom. En aan de zijkant zit ook nog een schermrand. Je hebt dus zeg maar schermrand in schermrand. Dus uh, van die schermen die je tegenwoordig hebt, die alleen maar lijken te verdwijnen... Daar doet deze Razer telefoon in ieder geval niet aan mee. En dat komt omdat deze telefoon van Razer natuurlijk een gametelefoon is. Uh, dat is met name te zien in het scherm. Het is wel gewoon een LCD-scherm, maar het is wel een scherm wat een hele hoge hertz heeft, 120 hertz. En dat betekent dat die heel snel uh, laat. Dus als je hiermee gaat gamen, dan mis je geen frame. Uh, verder is het een heel helder scherm. En je hebt dus aan de zijkant enorme speakers zitten. Uh, wat me meteen opviel toen ik deze speakers ging vergelijken met. ...met mijn eigen telefoon, de OnePlus 6, is dat ze niet per se harder zijn dan de OnePlus 6... ...maar wel uh, mooier zijn, voller zijn. Dan even de specificaties. Er zit een scherm op van 5,7 inch. Een beetje een klein scherm in deze tijd. En het heeft uh, 1440 bij 2560 pixels. Ook niet heel erg veel. Het is een LCD-scherm, dus geen OLED. Aan de achterkant heb je twee camera's, allebei 12 megapixel, en aan de voorkant een camera van 8 megapixels. Onder de motorkap heb je een Snapdragon 845-chip erin zitten met 8 GB werkgeheugen, dus traag zal hij niet snel worden. En hij gaat ook niet snel op, er zit een 4000 mAh accu in. Dat is net zoveel als een Samsung-telefoon, dus dat gaat allemaal prima. Ik heb de camera's even getest. Ja, het heel bijzonder is het allemaal niet. Top niet aan de telefoons van Apple of van Google of zelfs van Huawei, niet. Dus daarvoor koop je deze telefoon niet. Wat handig is, is dat er meteen Netflix wordt meegeleverd: niet het abonnement, maar wel de app. En je krijgt op je homescherm meteen een witje te zien waar je heel snel naar je favoriete aflevering kan. Uh, ja, je maakt het slekken en het niks doen wel heel erg makkelijk als Netflix zo dichtbij is. Netflix kijken op deze telefoon is best prettig. Het scherm is mooi en de speakers geven een mooi stereo geluid. Dus dat uh, werkt goed met deze telefoon. Ik denk de people in de outside community. Steve is troublemaker. En achterop zit een Razer Chroma-lampje: een LED-lampje, notificatielampje, die dus aangeeft als je een nieuw berichtje hebt. Hun toetsenborden hebben ook van dat soort kleurtjes. die werkt allemaal samen met elkaar. En deze kun je dus ook zelf aanpassen. Doet hij dat? Ja, kijk. Nou, je hebt iets van 16 miljoen kleuren om uit te kiezen. Uh, natuurlijk, de intensiteit kan je aanpassen. En zo kun je een beetje je eigen uh, telefoon customizen. Maar je moet wel heel erg van Razer houden en van het Razer logo houden. Dat je blij bent dat het zo groot achterop je telefoon staat. En dan nu, waar het allemaal om draait bij deze telefoon: kan je er een beetje mee gamen. Nou ja, gamen en een telefoon zijn natuurlijk een aparte gewaarwording. Het scherm is vaak te klein, de speakers vaak te slecht. En ja, een echte goede gameervaring krijg je er nooit mee. Maar toch zijn er steeds meer mensen die gewoon heel erg veel gamen. En ook zware games zoals Fortnite spelen op hun telefoon. Uh, ik ga even deze telefoon, dus de Razer telefoon, naast mijn. maar is die? One 6 telefoon uh, leggen. En daar uh, ga ik even allebei Fortnite op spelen. Gaan we even kijken welke het beste eruit komt. Gaan jullie nu kijken naar de slechtste Fortnite-speler ooit? Hoppakee. Ja, nu ik even aan het gamen ben, kun je zien dat het echt, ja, echt een mooi scherm is. Uh, hij reageert snel op wat je doet. Ik merk wel nu al dat het telefoon best wel warm wordt aan de achterkant. Terwijl er speciale koeling in zit, was allemaal heel erg goed en uh, perfect, zei Razer. Dit is dus de OnePlus 6. Telefoon van een half jaar oud. En wat ik hier wel meteen op zie is dat het Scherm wat uh, pixeliger is. Het is wat ruiger, wat ruwer, wat uh, ja, minder smooth. Kijk, het is niet super. Ik denk dat de Racer wel iets beter is, maar je merkt het bijna niet hoor. En dat vind ik toch wel opmerkelijk dat als je deze twee telefoons naast elkaar legt, uh, dat het toch. Nauwelijks verschil is, vind ik zelf. Oké, okay, deze lijkt wat trager te zijn en de kleuren zijn misschien iets minder mooi bij de OnePlus, maar hij is wel zo'n 300 euro goedkoper. Want de Razer-telefoon die kost gewoon, hou je vast, 889 euro en 99 cent. Uh, en dan kom ik meteen bij de conclusie, is het nou 899 euro waard en 99 cent? Ja, is echt warm aan het worden hoor. Ja, ik denk gewoon echt van niet. Ik, ik snap niet zo goed waar Razer zichzelf probeert neer te zetten. Ik denk alleen maar dat het leuk is voor mensen die al heel erg fan zijn van Razer en een beetje apart wil zijn, willen zijn met hun telefoon, om dan met zo'n telefoon aan te komen. Maar in alle andere gevallen, als je gewoon een telefoon hebt waar je af en toe op wil gamen, dan kun je met een OnePlus 6 of met een Huawei-telefoon. Even goed gamen als met deze telefoon. Ik ga nog even mijn fortnite dansjes oefenen. Uh, abonneer op dit YouTube-kanaal, geef een duimpje omhoog en laat in je reactie achter of jij nog iemand kent die nog slechter is in Fortnite dan ik. Later.